30% van de leerlingen in het mbo, hbo of universiteit maken een verkeerde studiekeuze. Ik spreek regelmatig docenten over leerlingen die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt en daardoor ongemotiveerd zijn en zich ongelukkig voelen. Het gevolg is dat er veel geld over de balk gesmeten wordt en dat uiteindelijk bedrijven en instellingen geen goed geschoold personeel hebben. Ik loop al 40 jaar mee in dit vak en ik zie de afgelopen jaren het vmbo in elkaar donderen. De Stichting Quadraam, een stichting voor voortgezet onderwijs met 15.000 leerlingen in de regio Arnhem, gaat hier iets aan doen. Wij gaan structureel met bedrijven en instellingen afspraken maken voor gastcolleges, bedrijfsbezoeken en stages, waardoor die bedrijven laten zien en ervaren aan onze leerlingen hoe leuk het is om daar te werken en hoe leerlingen in die bedrijven met die studie hun talenten kunnen ontplooien. Waardoor we uiteindelijk meer gemotiveerde leerlingen krijgen, er minder geld over de balk gaat en de ziekenhuizen, de bouwbedrijven, de energiebedrijven goed geschoold personeel krijgen.